Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de Noordzee liggen wolkenvelden en die doen regelmatig de Waddeneilanden aan. Daar heeft de zon dus duidelijk moeilijker. In de rest van het land een wisselend beeld met zonnige perioden. Ook wel wat sluierwolken en hier en daar een stapelwolk. Misschien in de ochtend in het zuidoosten een enkele bui. Kan een klap onweer bij zitten. Maar de nadruk ligt op misschien en de nadruk ligt op een enkele. Ook vanmiddag. Het is niet uitgesloten dat er een onweersbui valt. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt warm, want in het zuidoosten kan het plaatselijk 30 graden worden. Van het land ook hoge temperaturen. En vanavond blijft het lang warm, is het droog en komen er brede opklaringen voor. De wind is noordelijk van richting, meestmatig van kracht 3 tot 4, maar in open gebieden waait het wat harder. Morgen ook een noord tot noordwestenwind, aanvoer van wolkenvelden vanaf zee, dus voor Noord-Nederland. In de rest van het land een wisselende wolkbeeld. De kans op neerslag is heel klein: het wordt 23 tot 29 graden, alleen op de Wadden blijft het kwik wat achter. Ook vrijdag 21 tot 28 graden. Redelijk hoge temperaturen dus met flinke zonnige perioden. En het blijft droog. De dag kan wel grijs starten. Maar in het weekeinde keert de zon in optima forma terug. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.